van 2005, 31 juli, ben ik in dienst gekomen van de rechtwerk. Het was eerst van school, liep ik hier stage. En van stage kwam ik hier in dienst van het rechtwerk. Ik heb eerst een paar jaar in het groen gezeten. En sinds 2 jaar zit ik nu bij gasvrij. Het is echt vers. Soep is vers. Salade is vers. Iedere dag verse broodjes, want die worden in de oven gebakken. Alles klaar is, klaarzetten. En daarna pak ik mijn spullen. En de kassa, en dan worden we gebracht door een collega naar ambacht. En dan komen we daar. En dan zetten we alles op de kar neer. En dus rijden we met de kar naar binnen. En dan zetten we alles klaar. Dus ik ga de fruit in de bakjes doen. En salade maken, dus eerst de sla en daarna de zelfgemaakte salade en een beetje komkommer of tomaat en de luxe broodjes, die zet ik in de vitrine en de melk, en Optimel en Sidirans. Zeg maar om 11:30 moeten we daarheen en dan blijven we tot een uur of 2:30 en dan doen wij daar hebben we een keuken. Dan maken we alles klaar voor de mensen die daar werken en die daar komen voor vergaderingen of. Ik doe dat graag, ja. Ik had vroeger al bij gasvrij, maar toen zat het al vol. En nu eindelijk zit ik bij gasvrij, dus dat bevalt me prima. En die mensen die komen dan 's middags eten, die daar werken van de kantoren. Die komen dan eten en die mogen zelf broodjes pakken en zelf drinken pakken. Ja, er is ook nog soep. En ze dus kunnen ook een tosti vragen. Of een kroketje, of een kaassoufflé, of een frikandel. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Zou het voor altijd willen blijven doen. Goedemiddag, met de receptie terechtwerk. Hallo. Momentje alsjeblieft. Ik doe nu de postkamer en ik doe ook nog eens de receptie draaien. En dat doe ik al sinds in februari, want het is voor mij alweer nieuw. Dus het is voor mij allemaal zo aan het wennen en zo en alles is nieuw. En zeker als je de telefoon aan moet nemen, dat heeft mij veel dingen moeite gekost, maar met mijn plezier gaat het nog hartstikke goed. Ik doe nog alles met dingen oppakken en zo, alles. Ja, ik vind het heel erg leuk. Alles is weer nieuw en ja, het is even wennen, want je hebt alleen zoveel, 7 jaar lang alleen het verpakken gedaan, hè. Dus dan opeens een grote stap om je telefoon nog eens aan te nemen. Ja, dat is voor mij, het is nog heel bijzonder. Ja. Mailtjes sturen. Wat notitie achterlaten. Zo moet je dat doen. Als er niemand bijvoorbeeld is. Of iemand ziek is. Dan altijd een notitie achterlaten. Dat moet je altijd doen. En je ziet ook als mensen op vakantie zijn. Of ziek per ongeluk. Maar je moet het wel altijd aangeven als het niet lukt. Moet je het gewoon tegen je leidinggevende zeggen. Van joh, het gaat niet. Moet je gewoon altijd aangeven. Maar bij mij gaat het goed hoor. Wat ik het leukste vind van het rechtwerk. Dat de mensen heel goed hard door kunnen werken. Ook al zijn mensen beperkt. Maar ik vind het toch wel heel belangrijk dat mensen niet op straat lopen. Maar dat je toch wel lekker je centjes kan verdienen. Dat vind ik heel fijn. Dat mensen toch lekker, dat ze denken van ik heb mijn centjes verdiend, maar niet op straat. Dat vind ik heel belangrijk.